Pardo. Probeer het maar richting Kuyt. Dat zou kunnen. Kuyt, nou, de keeper is weg. Kuyt. En het is een doelpunt. Onvoorstelbaar van Rapid Boekarest een fout maakt. Althans, de keeper. Want wat doet die keeper daar toch? Waarom gaat die Koeman uit zijn goal als daar nog drie verdedigers staan? Pardo paast. Keeper, die komt er uit zijn goal. Dan twijfelt hij. En in het vervolg is hij geklopt. Hier had hij gewoon terug moeten lopen. Want onder andere Maftij is daar gewoon in staat om het Kuyt op zijn minst nog moeilijk te maken. Maar die rond dat wel uitstekend af. Maar dan weten we nog geen sprake van paniek. Glijdt daaruit, maar dan hoeft hij dit nog niet te doen. Gaat de penalty nemen. Kyprian, Vasilak, Lodewijks en het is 1-1.